De Veenendaalse wethouder Henk van der Soest heeft maandag 21 maart het startsein gegeven voor de werkzaamheden in het centrum van Veenendaal. Het is de bedoeling dat het project Brouwersport ook zichtbaar wordt in de stadskern. Uh, wij vinden dat uh, het hele centrum van Veenendaal een belangrijke functie heeft. Een uh, functie voor winkelend publiek, maar ook voor de inwoners zelf uh, en de hele regio komt hier naartoe. En we zijn bezig met het fantastische Brouwerspoort. Dat heeft een heel hoog niveau. En we wilden dat in het hele centrum graag hebben. Zodat het hele centrum van Veenendaal heel erg aantrekkelijk is. Vandaar dat we daar nu vandaag mee beginnen. Uh, het straatbeeld zal veel opener worden. We hebben nu nog een aantal uh, obstakels uh, staan. En uh, vooral de markt zal ook veel meer uh, zeg maar plateauvormig worden in twee delen. Maar het hele overzicht van, van de straat zal veel opener worden. Een soort huiskamer van Veenendaal zal het zijn. Uh, deze werkzaamheden duren tot november dit jaar. De wethouder zelf markeerde het begin van de werkzaamheden door de eerste stoeptegels te verwijderen. Al met al neemt het project enkele maanden in beslag. We beginnen vandaag hier in het eerste gebied tegenover de Lampergiet en dat is in zes zeven fases opgedeeld. En elke keer gaat er een treintje door het uh, dorp heen van werkzaamheden dus kleine stukjes doen we zo'n 10 meter per dag heb ik begrepen van de aannemer en dus 10 meter maak je en 10 meter is klaar en dan schuif je er zo doorheen om zo juist zo min mogelijk overlast te veroorzaken winkeliers uh, hebben weinig last in die zin dat we eerst in het midden uh, zeg maar het asfalt eruit halen en dan de nieuwe straat erin en uh, later de zijkanten zodat winkelend publiek altijd uh, Veenendaal kan bereiken gewoon kan winkelen maar dat ook de toevoer naar de winkels geregeld is dus Iets overlast is niet uit te sluiten, maar het zal weinig zijn. Maar daar hebben we juist heel erg rekening mee gehouden. De toevoer van de winkels, zeg maar de bevoorrading, is altijd gegarandeerd. Dus het zal maar heel beperkt zijn, één of twee dagen, dat een winkel eens een keer niet bereikbaar is. Maar voor het overige altijd bereikbaar.